deze nieuwe video van Polestar. Ik ben vandaag naar school geweest. Dat was super leuk, ik heb er mogen voorlezen en dat was echt wel heel leuk. Het was spannend om voor te mogen lezen. Dus ik vond het eigenlijk nog wel leuk om dat te doen. Ik zeg het, het was wel heel spannend, want het was natuurlijk de allereerste keer dat ik dat deed. En dat maakte het ook dat het spannend was natuurlijk. Ik ben even aan het kijken naar Enzo zijn boekje. Want ik wil een video opnemen namelijk. En ik ben even aan het kijken waar dat het kon liggen. Om dat op te nemen namelijk. Dat hij een boekje heeft van Dribbel. Maar ik vind zijn boekje van Dribbel momenteel niet. En dat is natuurlijk niet zo leuk, hè. Zal ik het papier op uitzetten en alles, dat moet ook nog gebeuren. Dus ik ben wel even bezig eigenlijk, zijn boekje van Dribbel. Ik ben nu even met de grote lens aan het filmen, ik weet niet wat dat een verschil maakt. De mensen die dat zien, laat het even weten in de comments. Even hier eens kijken of zijn boekje hier staat van... Oké, dat is wel, je hebt het ergens gelegd en je weet niet waar. Dat heb je al vaker voor, hè. Ik ga nog even verder kijken. Dus we gaan een sketch opnemen. Dus ik ben nu de mama. En ik ga een verhaal voorlezen aan mijn petekindje. En dat is eigenlijk de bedoeling. Dus dat je dat weet. Ik doe dat dus voor op TikTok. Dan doe je dat heel vaak. Normaal was de bedoeling om Dribbel voor te lezen. Maar ik vind het verhaal van Dribbel niet. Dat kan overal staan. Maar ik zie het op het eerste zicht niet staan. Het verhaal van Dribbel. Dus heb ik gekozen voor een ander verhaal. Van Pipo. Dat maar voor te lezen eigenlijk. Dus dat gaan wij doen. Eens kijken of ik bij backup aan kan ben. Ja. Dus ik ga de Pipo even halen. We hebben onze Pipo. Hier. Dus... We zullen dus aan beginnen. Dag lieve kijkers allemaal. Vandaag ga ik een verhaaltje voorlezen voor mijn petekindje. Nee, dat is verkeerd. Dan moet je het opnieuw doen, want ja. Dag lieve kijkers allemaal. Ik ga vandaag een verhaaltje voorlezen voor mijn kleinkind. Ik ben daar niet gewoon, snap je? Om te doen. Is deze Pipo gaat naar het strand. Pipo loopt met zijn karretje op het strand. Pipo gaat vast pikniken op het strand. Hij haalt al zijn autootjes eruit. Hij is aan het graven met zijn autootjes en probeert een mooie zandkasteel te bouwen. Hier zie je hoe hij dat gedaan heeft, het zandkasteel gebouwd. Hij heeft dat heel goed gedaan en roept, ja, ja, ja. Hij is super, super blij. Ja, ja, ja. Het zandkasteel is gebouwd. Dat moet ik ook eens doen met mijn kleinkind. Ik denk misschien dat is grappig, dat is ook zo, dat doe dingen maak ik altijd op TikTok. En dat vind ik wel grappig eigenlijk. Om zo dingen te maken eigenlijk vind ik ideaal om te doen. Dus, en zeker met deze Pipo, vind je echt wel heel leuk. Dus, ik heb nog oude spulletjes trouwens teruggevonden van Enzo. Ik vind dat wel grappig zijn. Eerste knuffeltje. Dit is een bericht voor de idioot die. En dan had je ook nog de pamper.
denk dat ongeveer de eerste pamper het zal geweest zijn, of de tweede pamper. De eerste pamper die hij droeg. Die heb ik dus ook nog liggen, toevallig. En dan met zijn... Kijk jongens, zo kleintjes. Van Only Wannabe. Ik vind het wel schattig eigenlijk. Heel leuk om dat nog eens terug te zien eigenlijk. Dus ik ben wel trots op mijn petekindje. Als je ziet wat hij nu allemaal kan, ben ik echt heel blij en trots dat ik zijn peter mag zijn. We hebben ook al veel. Ik probeer het ook altijd in kaart te brengen wat wij eigenlijk allemaal een beetje... ik probeer het een beetje zo te filmen en zo allemaal. Dat is wat ik dus een beetje doe. Dat is niet altijd heel gemakkelijk omdat hij nog niet in beeld mag. Ik hoop over een paar jaar wel. En dus ja. Maar nu ga ik nog wat een TikTok. Ik heb een manier gevonden om het papier buiten te zetten. Op het kaartje. Maar ik heb niet het gevoel dat het goed rijdt. Dat niet. Dat heb ik niet. Voor de rest valt het allemaal nog wel mee. Dus, zo, dan gaan we dat ding er wel terug op zetten. Zo. Kan je even hier zetten. Ik denk niet dat jullie dat gewoon zetten, dat ik helemaal in het wit ben. Dat zijn we ook niet gewoon, hè. Je denkt dat je pakt de karretje, dan gaat rapper. Maar je zit er echt wel mee af. Oei. Dat gaan we een doos moeten dragen. Hè. Echt, dat is niet te doen met dat karretje, jongens. Niet te doen, niet te doen. Niet te doen. Staat voor u. De lucht is al mooi. Tada. Maar je broek echt afzakt. Niet normaal. Niet normaal. Zo. Ik heb even geswitcht van kleren. En we vinden het trouwens buiten. Daar zit ze. Namelijk. Buiten. En hier is Snuffel.
Maar ik ben dus inderdaad geswitcht. Ik heb er foto's van gemaakt. Dat kan ik erop zetten. Mijn pak moet naar buiten. Oké. En dan zijn we klaar voor vandaag. Zo. Even kijken waar de stickertjes liggen, want het is donker. Licht even aansteken. Waar heb ik ze gelegd? Ik weet dat ik er nog heb. Waar liggen ze? Ah, hier. Dit zijn wat ik moet opplakken. Zo, en die plakken dan op, hier op. Zo, tjup, tjup. Ah. Zo, voilà. Dat is gebeurd. Kunnen we hem naar buiten dragen. Vond je het een leuke visie? Ik heb hem boven. Vergeet niet te abonneren, want de batterij is vervlakt.